Dat is fucking schattig, man. Ja. Ja, ik kan niet zeggen. Ik ga gewoon sowieso komen. Yes boys, welkom bij een gloednieuwe video. Willem die is nog eventjes in de winkel. Wij gaan vandaag naar het skatepark in Kasterlee. We hebben daar al eens ooit een video van gemaakt over het geheime skatepark. Die werd super goed ontvangen, dus we gaan daar weer een beetje rondkloten. Ik heb ook nog één of ja, eigenlijk twee cadeautjes voor Willem, terwijl hij daar nog helemaal niks van weet. Is echt iets leuk en daar ga je echt om kunnen lachen. Als je de vorige video's checkt, dan weet je ongeveer al waar het over gaat. Maar we gaan nu persoonlijk aan hem overhandigen en ik denk dat hij echt wel leuk vindt. Het is nu 4:30, het is binnen met licht, dus we hoeven ons geen zorgen te maken of het donker of nat wordt, want het is gewoon overdag. Dus dat is super nice. Ik hoop dat jullie van deze video gaan genieten. Doe alvast de blauwe duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden. En laat alvast een berichtje achter. Willem jongens, schiet eens op. Het is weer zandwafels. Ik hou er echt van. Ik heb die al lang niet op. Dat blijft lekker gewoon. Als je er die ziet liggen, denk je ai. Zoals jullie weten is mijn knie ook niet de beste. Dus ik heb nu even een knieband aan om gewoon even mijn knie goed vast te houden. En hopelijk heb ik er niet te veel last van. Willem gaat toch het meest rijden, denk ik. Want ik moet even rustig aan nog doen. Het is bijna genezen. Dus ik wil het nou niet gaan forceren. Want ja, anders dan ben ik verder van huis. En hij heeft ook geen zin. Ik zweer, Amang is al 10 minuten weg of zo. Hoi. Ook goedemorgen. Mooi, het is 4:30. Ik had al een kleine introotje gedaan. Ja, dat heb ik gezegd. Ik zeg Willem, die moet nog iets in de winkel halen, maar het duurt fucking lang. En ik heb twee cadeautjes voor Willem. Of ja, cadeautjes. Cadeautje? Wat? Het is maar net wat je cadeautjes noemt. Hoezo? Ik zie wel een doosje achterin. Nou, dat is niet voor jou. Oh. Het is iets online. Ja, het is niet echt een cadeautje, maar het is echt schattig. Een telefoonhoesje? Nee. Hey, Jeff heeft die besteld. Nooit gehad. Jawel, man. Nooit gehad. Dat is fucking hard. En dat komt heel goed uit, maar dat mag je nu nog niet weten. Dat dat een soort van verrassing is. Ik heb niks gemaakt. Iemand anders heeft iets gemaakt. Voor mij? Ja. Nooit gehad. Ja, ja, ja. Iemand anders heeft iets gemaakt voor jou. Voor jou? Twee mensen zelfs. Twee nog wel? Ja. Jasper? Nee. Ken ik ze? Denk het niet. Ja, maar van goed kennen zeg maar. Gewoon... Nee. Nee? Je kent ze niet. En die hebben iets voor mij gemaakt? Ja. Wow, joh. Ik ga het straks laten zien. Okay, uit. We gaan nu vertrekken, anders komen we te laat. Nou, we gaan lekker... We gaan rijden. Even driften. Ik heb geen jas bij. Het is echt fucking koud. Wow, joh. Het is koud, man. Ja, het is echt fucking... Het voelt kouder dan dat het is of zo, man. Het is echt min. Het vriest. Beter is die open, gast. Hij is volgens mij open. Hij is dicht. Doe eens moeite. Voor die andere dan. Bro, hij moet open zijn. Ook dicht. Nooit. Wat? Nee. Hoezo zelfs? Hoezo is hij dicht? Anders moet je even bellen. Ik ga eens even opzoeken op internet. Goeiedag. U bent verbonden met het automatisch antwoordapparaat. 5 minutes later. Wij werken enkel op afspraak. 5 minutes later. Verschillende gemeentelijke diensten terug. Vraag ik daarom? Ja. Deel moet gewoon op. Goedemiddag, met Willem Roots. Ik had een vraagje. Wij staan bij de skate loods, maar die is gesloten. Ja, dat klopt. Die gaat ook niet open gaan, omdat er wordt een installatie geplaatst voor winterwarm. Dat het komende weekend doorgaat. Hè. Dus daar wordt momenteel in gewerkt. Oh, dus die gaat niet open? Nee. En dat gaat ook zo zijn tot volgende week woensdag. Oké, dan weet ik genoeg. Oké, goed. Ja, dankjewel. We zijn de lul. Helemaal wat. Jan. Doel om hier gereden. Hoor. Om te bellen. En vervolgens is die toren hier niet open. Ik ga nu dat ding laten zien wat ik jou wil laten zien. Ik heb een wekkertje gezet om het te laten zien. En er zijn twee jongens. Als die deze video zien, gaan die helemaal gek worden als ze dit moment meemaken. Ja? Die weten niet dat in de video gaat komen dan. Ja, ik heb dat gezegd. Sturen. Ik ga het echt leuk vinden, maat. Dat is echt fucking schattig. Het geluid hoi, uit. Oh, oh, video. Ja, maat. Hoi, joh. Dit is die ene. Ja, maat. Ja, hoi, joh. Hallo, ik ben Daan. Video. Hallo, ingefermd vriend. En ik ben als eerste ingeschreven voor de uitstap naar Area 51. En ik als tweede. Kan Willem een keer mee naar de stuntsteples op zondag? Hoi, joh. Want wij vinden jou de beste teamrijder. Dat is fucking schattig. Waarom? Dat is fucking schattig, man. Ja. Ja, ik kan niet zeggen. Ik ga gewoon sowieso komen. Dan ja, dat is vies nice. Lijkt me gewoon leuk. En daarom... Ik ga mee lesgeven. Ja, dat is volgende. Vroeg je dat zelf, hè. Ik heb niks gezegd. Oké, als je deze video kijkt, volgende zondag ben ik erbij. Ja, uit. Zo'n schattige video. Ik was hier aan het kijken. Ik ging zo stuk, man. Ik dacht, holy shit. Ja, dat is wel lief. Ja, het is echt nog koud. Maar het is nog maar pas winter, hè. Ja. Besef, het is 21 december winter geworden of zo. Welke datum is winter? 21 maart. Yes, jongens. Wil jij nu nieuwe stunts hebben? Spullen of heb je vragen over jouw stuntset? Ga dan naar www.spreedesign.be. Daarnaast wil jij stuntset lessen volgen of meedoen aan onze drukbezochte kampen? Ga naar www.sdacademy.be. Ik zal mijn mond nu houden zodat jullie verder kunnen kijken naar de video. Dat lijkt gewoon nog 2 maanden gewoon. Maar de tijd vliegt wel, hè. Het is bijna februari. Het is volgende week al februari. Dat is niet normaal, gast. Ja. Ja.
Wat dit? Wat dit? En nu krijg ik trauma's, jongen. Oh, het is koud, man. Handen. Die grond is ook koud. Oh, ja, joh, ik vind het. Kijk mijn handen, jongen. Dat was een replay van de Area 51-trek. We gaan even spulletjes in de waggie gooien. We zijn fucking helemaal naar hier gereden voor poep. Voor echt gewoon een belletje te plegen. Digitale Intuit. Oh, mooi. Fysiek. Ik weet nog goed dat ik die foto gemaakt heb. Ja, dat is mooi, hè. Dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen hem, je moet die ene uitprinten. En nu print hij gewoon alles. Ja, alles. Allemaal uit. Het is nu alles 6. We kunnen ook Mackie eerst pakken en dan doorrijden. Oeh, dat klinkt ook wel lekker, hoor. Dat dacht ik al, ja. We gaan nu even Mackie pakken. Ja. Lommel of Mol even kijken. Misschien Mol al, dat zoeken we eens wat anders. Ja. Ik ga goede nuggets pakken, man. Lila. Hey, kijk die mag niet bewegen, jongen. Dat is Ali. Met Jesse. Hey, yo mama. Hey, yo. Hey, hey. Boom, 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 boom. I want you in my room. Be a rainbow and a sky. I want to see you and me on the flying away. Wonder the natuur. I want to be a hippie and I want to get some stones like that. Hey, hey. Muziek is weg! Hey! Dat was een karaoke versie. Doei! Five minutes later. Fucking hell, man. Al tweede keer. Ik ben echt hier slecht in gewoon, jongen. Echt. Het is hier op zich ook nog best koud, man. Meer fout. Jammer. Tweede keer al bereiden. Ik dacht, ik ga het nog een keer doen, maar dan gaat hij sowieso door hebben. Ik moet echt pissen, man. Kun je hier buiten pissen? Vraag je, jong. Stunter pakken. Als je eenmaal die trick door hebt, dan is hij zo makkelijk. Ik zweer, als je deze snoep niet lekker vindt, daar is de snoep die er is. Kijk hem uit. Ja, goeie, jongen. Als het aan mij zou liggen, vreet ik deze hele bak in één keer op. Dan ga je die doen. Allee, dus jongens, we gaan even een paar reelclipjes doen. En daarna gaan we nog een paar weetjes aan elkaar stellen. Minutes later. Ik heb er één. Stel, iemand biedt 1 miljoen euro voor je hond. Zou je hem verkopen? Oh. Zit aan twijfel, hè? 1 miljoen euro, moet je even nagaan, hè? Waar je daarmee kan. Maar ik zal wel verkopen, denk ik. Ja, ik ook wel, denk ik. Ja, ja. 1 miljoen euro, maat. Besef even, er zijn 6 nullen, hè? Mijn hond die is 14, dus die kijkt mooi verkopen. Ja. Ben je wel eens zonder onderbroek de deur uitgegaan? Ja. Echt? Ja, één keer. Zonder onderbroek? Ja, gewoon zo naakt. Waarom? Toen was ik met een vriend van mij op een campingcenterpark. We waren in de sauna geweest. En dan moet je zo of in een koude douche gaan staan of zo. Het was middenwinter. En zo, ja, kom, we gaan gewoon zo bij de grond lopen. Ja, dus we hebben rondje om het park gelopen. Nee, maar wat een flip. Het was wel terug in slag. Wist je dat een zeester geen hersens heeft? Heeft een zeester? Ziek. Dat wist ik niet, hoor. Sander heeft geen hersens. Graag, Sander. Wist je dat? Een mens gemiddeld 6000 scheten per jaar laat. Wat? Kan toch niet, gast? 6000, broer. Dan laat je elke dag 20 scheten. Dat doe ik niet, hoor. Eigenlijk wel. Aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers. Nee. Wat? Een slak kan 3 jaar slapen. Rustig, jongen. Het is over 3 jaar. Dronken mier wil altijd op zijn rechterzijde. Maar waarom wanneer is een mier dronken? Dat kan toch niet? Laten we kijken wie het eerst lag. Klaar, start. 5 minutes later.
Dat is echt makkelijk, joh. Als je 15 seconden lang de aandacht zou hebben van de hele wereld, wat zou je dan doen of zeggen? Volg me allemaal op Insta. Wil je die zien? Nee, doneer me allemaal 1 cent. Kun je beter zeggen? Ik prima als iedereen 1 cent doneert. Wat was jouw bijnaam vroeger? Witte. Echt? Hoezo dat? Omdat ik vroeger spier witte haar had. Echt? Ja, man. Wit haar? Kom dan. Vind je dat zo? Ja, vast wel. Kijk mooi, jongen. Als je een openingszin bij een chickie moet doen, wat zou die zijn? Ben je doof? Nee. Dan horen we samen. Dit is wel goed, jongen. Dit is voor de boys, jongens. Dit zijn ze. Ik geef een feestje in mijn mond. Zin om te komen? Loop jij nu voor het eerste gezicht? Of zou ik nog een keer zo langs lopen? Hou jij van vrachtwagens? Nee. Ik ook niet, nou wel eens genoemd. Heb je interesse in een trio? Nee. Goed, dan nodig ik niemand anders uit. Ik wou dat ik scheel was, zodat ik je 2 keer kon zien. Volgens mij ben jij een afvalcontainer, want ik wil een baby in je dumpen. Yes jongens, de camera was uitgevallen en daarom is deze video dus afgelopen. Doe vast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden. Laat een berichtje achter, want jullie zijn fucking geweldig. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later!